Het Mitamara-project, waarin de seksuele gezondheid en weerbaarheid van jongeren van 15 tot 25 jaar in Suriname centraal staat, had vandaag een expertmeeting. Aan de meeting hebben lokale VN-organisaties, NGO's en individuen werkzaam op het gebied van seksuele gezondheid en vorming deelgenomen. De expertmeeting is tevens gelinkt aan de SDG-doelen 4 en 5, namelijk kwaliteitsonderwijs, levenslang leren en gendergelijkheid en de Leave No Youth Behind-campagne. Dit Mitamara-project is gefinancierd met middelen van de Twinningsfaciliteit Suriname-Nederland. De ontmoeting bestond uit diverse werksessies waarbij de problemen van seksueel gedrag bij Surinaamse jongeren, scholierenmoeders en reproductieve gezondheidszorg werden besproken. Ook werden er interventies gepleegd om de motivatie en bereik te vergroten bij Surinaamse jongeren. Mitamara-projectleider Titimbo Erna Afiankoi gelooft dat de ministeries belast met de jeugdzorg zeker zullen inspelen op de aanbevelingen van het Mitamara-rapport. Wel, omdat we al gemerkt hebben dat in die ministeries er al programma's lopen. Het enige wat we missen is een link naar elkaar. Toch, als we kijken bijvoorbeeld naar het perizuurprogramma dat gepresenteerd is, en wat dan weten we, en dat zei dokter Ashna Hindori ook, dat tienermoeders vaak genoeg ongewenst zwanger raken, niet gepland. Perizuur is juist voor mensen die al het idee hebben, volgend jaar wil ik zwanger raken, dus je gaat. Maar wat perizuur wel kan bieden binnen dit heel traject, is dat als de tienermoeder al eenmaal zwanger zijn, dat die expertise die perizuur hebt opgebouwd, dat je wel ervoor kan zorgen dat ze op een gezonde manier hun kind krijgen en op een gezonde manier ouderschap kunnen uitvoeren. Dus het meer linken. We weten dat het scholierenmoedersprogramma betekent dat scholieren op die manier worden opgevangen. Nou, organisaties die in de districten bezig zijn, waar de infrastructuur van sport en jeugdzaken nog niet gegrond is, die kunnen ervoor zorgen dat ze als hun infrastructuur gebruiken, waardoor dit programma uitgebreid. Dus het gaat erom waar kunnen we ervoor zorgen dat alles wat we nu doen aan elkaar gelinkt is, waardoor we veel meer effectiviteit eruit krijgen. Daar gaat het om. Want dat is, er gebeurt al heel veel, maar we linken niet echt. Op de expertmeeting kwam bij diverse sprekers tot uiting dat jongeren niet graag over seksualiteit praten. Projectcoördinator van Mitamara Suriname, Winston Roosevelt, toonde aan de hand van statistieken aan dat jongeren liever over andere onderwerpen praten. Zo is er meer gesproken over weerbaarheid en toekomstperspectief. Was het zo dat ze wilden praten over, ja goed, ik zit op de middelschool en volgend jaar ben ik op de middelbare school. Maar ik weet niet of ik naar school kan gaan. Begrijp je? En we merken dus dat behalve dus weerbaarheid en toekomstperspectief, communicatie en zelfbeeld gelijk opgeven met relaties en veiligheid. Wie heeft gisteravond lekkere seks gehad? Kunt u vingers opsteken? Nou, u ziet het. Deze vraag stel ik altijd in het begin ook op mijn collega's aan de Erasmus Universiteit. Voor seksuologen. Omdat ik stevast wil laten zien hoe moeilijk het is om taboeloos over deze onderwerp te praten in een sociale sfeer. Ik weet zeker dat gisteren misschien, en ik zeg niet dat u jokt, er ook nog misschien eentje ertussen zit die gewoon geweldige seks zonder enige middel heeft gehad. Maar uno takatori, want stel eens voor buurvrouw Jering. Aldus de psycholoog Romeo van Genen. Hij sprak vandaag in het studenten Brain Café tijdens de expertmeeting in het kader van het Mitamara-project. Dat gericht is op de seksuele gezondheid en weerbaarheid van Surinaamse jongeren.